Beste mensen, welkom bij mijn God. Ik ben alleen gegaan, gevlucht. We zijn hier ergens bij de Mirabrug. Want de laatste keer dat we gevlucht waren, was ergens naar een hokje. Milan is daar gebleven, Daline ook. En de rest eigenlijk ook. Ik bleef daar niet, want de zombies kwamen meer en meer binnen. Er waren veel te veel. Ik sta hier nu ergens, kijk, bij Mirabrug. En er zijn nu niet heel veel zombies, daarom ben ik volledig naar hier gelopen. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren hier. Maar het is toch het veiligste om naar hier te gaan. Ze zijn hier, rust. Goed, oké. Papa en Daline zijn nog in leven. Dus we gaan naar de auto. Ze komen me ophalen allemaal. Ik heb ze gebeld. Oh, daar zijn ze. Kijk eens, laat ze weg in drie keer. Daline. Kijk hè? Daline, zeg jij gek? Dus de zombies overvallen de wereld en jij zit hier te zeggen hoe lastig ik wel ben. Daar. En je weet toch dat het niet echt. Kijk, daar zit daar. Ja. Uit je muziek ook van niet. Dat is lelijk. En in het veiligste gebied van alle zombies. Echt? M-I en dan? M-I-R-A. Maar er zijn heel veel. Er zijn nog heel weinig overgebleven. Dus Mier en dan de A. Ja. Mier-A. 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 En dan Brug. Ik weet niet hoe ik dit nog kan overleven. Milan zit nog steeds in dat hokje vast. Boys, we zijn nu naar een veilige plek aan het rijden. Waar de minste zombies zijn. Is dit de veiligste plek hoor? Nee, waar is het dan van? Oké. Papa, de wereld gaat hier vergaren. Jij zit hier grap te maken over een E. Niet normaal. Papa leeft dus blijkbaar ook nog, we wisten het niet. En hij had nog een auto over, die nog niet, waar nog niet zombies waren ingebroken. Wacht even. Tegen Marianne Vos, teruggevochten Marianne Vos, problemen dan. En dan in een ongelooflijk spannende laatste ronde. Telkens wisselende posities maakt het af. Morgen namiddag om 3:00 rijden de mannen van de WK. Op verschillende luchthavens zitten mensen vast die de Verenigde Staten niet meer in mogen. Gisteren besliste de Amerikaanse president Trump dat de inwoners uit 7 landen geen toegang meer krijgen tot de VS. Het gaat onder meer om Irak.